Hoe lopen medewerkers minder risico met veiligheidskleding? 8% van de beroepsbevolking draagt veiligheidsschoeisel. En daarbij is het niet alleen belangrijk dat wordt gelet op de veiligheid van de neus. Maar wat net zo belangrijk is, is de slip resistance van een veiligheidsschoen. Omdat de meeste ziekteverzuim toch echt komt van struikelen of vallen. In 1894 is het bedrijf Bata opgericht. En sinds 1921 zijn we hier aanwezig in Nederland. Ons core business is de productie van veiligheidsschoenen en veiligheidssokken. Wij produceren 9 miljoen paar veiligheidsschoenen per jaar. Wij zijn daarmee de grootste schoenproducent ter wereld. We hebben een positie in Zuid-Amerika die heel sterk is. In Afrika en Azië is ook een hele belangrijke afzetmarkt voor ons. Wij zijn op het gebied van innovatie altijd op zoek naar andere materialen of nieuwe technologische ontwikkeling. Maar daarnaast leggen wij ons ook toe op de ontwikkeling van producten in samenspraak met onze klanten. Dus wij maken echt tailor-made schoenen voor onze belangrijkste, grootste klanten in de wereld. Het begint bij de ontwerpafdeling waarbij de schoenen worden ontwikkeld. En vervolgens worden onze fabrieken in andere landen aangestuurd om ons de componenten te leveren. Die komen hier binnen en vervolgens assembleren wij dat tot een schoen. En wordt er een middenzool en een eindzool in geïnjecteerd om tot een complete schoen te komen. De schoen in Noordwest-Europa is in het algemeen een stukje verder ontwikkeld dan de schoen in bijvoorbeeld Zuid-Afrika of in Azië of in Zuid-Amerika. Wij maken schoenen in allerlei wijdtematen met allerlei zooloplossingen. Terwijl in bijvoorbeeld Zuid-Afrika, bijvoorbeeld met dit modelletje, de schoen al een serieuze veiligheidsschoen is, maar net even een tikje eenvoudiger als bij ons. Wij hebben hier zelf een laboratorium en we zijn gecertificeerd om onze schoenen overal ter wereld in deze locatie van een certificaat te kunnen voorzien.